Die les is mij altijd geleerd, vrienden. Door trainers, door spelers, door de allergrootste. Die zeiden altijd tegen mij, als ik dan zei van ja, die tegenstander, die rollen jullie toch gewoon op en niks aan de hand. Of die wedstrijd hoef je niet te spelen, want dat verlies je toch. Die spelers en trainers zeiden altijd dan tegen mij, dat moet je niet zeggen, Harry. Je hebt altijd een kans. Elke wedstrijd begint weer opnieuw. En je weet nooit hoe dingen lopen. Dus dat heb ik altijd onthouden. En dat hebben we nu weer gezien. Ja, met Saoedi-Arabië tegen Argentinië. Hallo. Was dat even leuk? Ja. En of dat leuk was. En nou ben ik voor Argentinië. En ik hoop ook dat ze wereldkampioen worden. Maar dat was gewoon leuk. Zag je die vreugde bij die mensen van Saoedi-Arabië? En die kregen daarna ook nog een dag vrij. Maar in ieder geval, dan besef je gewoon dat alles mogelijk is in voetbal. Een van de weinige sporten waarin ja, toch die onvoorspelbaarheid zit. En hoe leuk is dat niet? Want ik kan me nog herinneren, een keertje een wedstrijd. FC Groningen, was geloof ik in 2011. FC Groningen tegen Feyenoord. En Ronald Koeman, die ik dus goed ken, die was trainer. Toen net geworden bij Feyenoord. En die verloor met 6-0, vrienden. 6-0 werd het in Groningen. Dus ik bel hem op. Ik zeg, wat is daar gebeurd? Heb je wel op de bank gezeten? Hij zegt, ja, weet ik veel. Hij zegt, ik zat amper in de dugout. En het was al 3-0. Ze hadden 3 keer op doel geschoten. En hij vloog er elke keer in. Dat is ook voetbal. En hij verloor uiteindelijk met 6-0. Kwam nog goed met Feyenoord dat seizoen. Maar dat kan dus allemaal gebeuren in voetbal. En nu hebben we het weer gezien. Ja, hallo. Met Japan. Wat denk je ervan tegen Duitsland? Ja, ook weer fantastisch. Die beelden alleen al van die dolgelukkige Japanners. En wat denk je dat daar gebeurd is? In Japan, die beelden zullen wij waarschijnlijk nog te zien krijgen. Dat hele Japan is ontploft. Die zijn voetbalgek. En die willen er graag ook bij horen. En die verslaan nu het grote Duitsland. Allemaal huilen ook. Japanners zie je bijna nooit huilen. Maar nu wel. Ja, en wat dat doet met een bevolking. Ja, vrienden. En dat is nou juist zo mooi. Aan deze World Cup. Aan dit allergrootste sportevenement van de wereld. Wat het met mensen doet. Ze vergeten al hun zorgen. Eventjes. Ze zijn even gewoon dol en dol gelukkig, vrienden. En alleen dat al, dat is onbetaalbaar.